Hi, leuk dat je weer kijkt. Dit is de zoveelste die ik in deze outfit opneem, want ik neem een aantal dingen tegelijk op. Niet tegelijk, maar aaneenvolgend. Er was door een van jullie gevraagd om te kijken of ik mijn favoriete kwasten ging laten zien. Dat wil ik en dat gaan we nu doen. Maar ik moet zeggen, dit zijn de favorieten, maar niet alle die ik gebruik. En van een heleboel heb ik een heleboel. En verschillende merken, soorten. Maar dan gaat het om dat type kwast en niet per se dat merk. Nou ja, laten we maar gewoon gaan beginnen. Ik heb hier Elf, ik heb hier volgens mij de Primark, ik heb Action, ik heb Boosie Shop, ik heb Real Techniques, ik heb Catrice, ik heb van alles. Ik ga het jullie laten zien. Mijn favoriete spons is deze van de Boosie Shop. Dit is een soort marshmallow spons. Die is al redelijk zacht, maar die wordt echt heel groot en heel zacht. Hij is niet kleurecht, als je hem wast wordt die grijs, maar dat geeft niet. Dit is mijn favoriete spons. En mijn favoriete puff is deze van de Boosie Shop. Dit is een fluffy, een hele mooie fluffy spons. Pet, hoe heet dit? Fluff, puff, iets. En dit is, doe ik eigenlijk alleen mijn onderogen, mijn lachrimpels en mijn neus mee. Dan heb ik het verdeeld in creamy producten. Ik heb het in een tasje zitten hier. In creamy producten en poeder en ogen. Dit. Ik ga mijn bril opzetten om te kijken of ik het kan lezen. Dit is de Boosie Shop Large Angled Buffer Brush. Een vergelijkbare heb ik ook van Real Techniques. En dit gebruik ik als ik mijn vlekken hier met concealer wegdep en bij mijn wenkbrauwen. En ook onder mijn ogen trouwens. Dit is mijn concealer kwast. Echt. Nou goed. Het werkt voor mij. Dan heb ik van Elf een setje. Met een haar eraan. Dit is de Putty Bronzer Blush. Maar die is ook heel fijn als je andere cream producten gebruikt. Om het gewoon aan te brengen. Kan je een hele mooie streep doen. Kan je daarna gaan blenden. Dit is de Elf Putty Blush Brush. Dat is een soort, ja ik weet het niet precies, maar het werkt wel. En dan heb ik nog de Putty Primer Applicator. Ja, die gebruik ik gewoon voor contour of zo. Ik heb dan, dit is 305 Radiant Blush van Nire. Die heb ik ooit een keer in zo'n soort cadeaudoos gezeten. Dit gebruik ik voor liquid blush. Nee, bronzer. Dit is mijn liquid bronzer kwast. En ik vind het lekker om een grotere kwast te hebben met niet te veel dent, zeg maar. Hij is niet te stevig, maar ook niet te zacht. Maar die wel goed blendt. En vergelijkbaar daarmee heb ik deze. En deze is gewoon zo'n marmerachtige look. Maar deze is van de Action ooit. En dit is dan om voor de blush. En dan heb ik de UP04 Boosie Shop Foundation kwast. Dit is voor de wat dunnere foundations. Een skin tint, een serum foundation die ik dan zo. Dus dat zijn de liquids. Voor poeders. Dit zijn mijn drie favoriete wenkbrauwkwasten als ik poeder gebruik. Een spoelie, deze vierkante kwast en een rechte kwast voor het puntje. Deze zijn alle drie van Boosie Shop. Weet ik niet. Deze komen uit een set. Deze ook, maar nou, ik weet niet. Dit heet een Square Angled Brush. Dit heet de Brow Liner. En dit is een Lash and Brow. Ja, nou, dat dus, ja. Dan heb ik, zeg maar voor poeder, heb ik deze. Dit is de B07 van Be Creative. Dit is een hele grote, redelijk stevige kwast. Die gebruik ik vaak hoor, voor poeder. En wat ik ook vaak gebruik, is deze Boosie Shop poederkwast. En deze is niet zo groot. En wat fijner qua structuur, wat minder
dens, minder stevig. Maar brengt de poeder wel heel fijn aan. Dan heb ik deze. Dit is de Angled Blending Brush van Boozy Shop. Dit zit allemaal in één set. Dit gebruik ik voor contour en poeder, contour en bronzer. Dan heb ik de Catrice. Dit is ook zo'n angled brush. Deze is voor blush. Deze is wat zachter dan deze. Deze is wat steviger. Ook wat kleiner. Zie je het verschil? En dan heb ik, dit is de Real Techniques 430 Light Layer Blush. Maar deze gebruik ik voor highlight. Weet je, en laat je niet vertellen dat je het moet gebruiken voor waar het voor bedoeld is, hè? Kijk, als jij het gebruikt, zoals ik nu in dit geval, voor andere doeleinden, prima. Als het voor jou werkt, dan werkt het voor jou. Ik doe het weer netjes terug in mijn tasje. Dan heb ik de oogschaduwkwasten. Wat ik fijn vind, is deze. Ja, dit is een highlighterkwast. Maar ik vind het fijn als een soort super fluffy blender. En dan heb ik deze. Is ook een highlight brush, maar een wat kleiner model. Ook zo'n fluffy blender. Dan heb ik van Real Techniques deze Deluxe Crease Brush. Dit is een wat rondige, recht afgesneden kwast. Deze gebruik ik veel voor in de crease, zeg maar. Of iets daarboven in mijn geval. En ik heb de Angled Shadow, deze. Maar deze heb ik ook van Boozy Shop en deze heb ik ook van andere merken. Dit is gewoon echt een hele fijne. Je zet hem op het oog en dan heb je eigenlijk gelijk een beetje zo'n wing effect. Wat ik ook veel gebruik en dit is ook gewoon een voorbeeld, is zo'n pencil brush. Deze komt uit een set van AliExpress, maar is heel mooi zacht. Deze is wat steviger. Ik heb ook zachte, ik heb grotere, ik heb kleinere. Deze is heel fijn voor liner, voor onder je ogen, voor de binnenkant van je ooghoeken. Dit is gewoon een voorbeeld. Maar dit soort kwasten gebruik ik heel vaak. Dan heb ik mijn favoriete. Dit is ook een angle brow brush. Jezus. Ook uit een set van Boozy Shop, maar dit is een fijne liner kwastje. En ik heb de Winged Liner van Elf. Is mooi voor als je zo een swipeje wil maken. Dit was het. Dit zijn al mijn favorieten. Ik doe even een elastiekje eromheen, want dan weet ik ook weer hoe ze terug moeten. En wat ik zeg, dit is niet allemaal per se deze, maar een dergelijk soort. Wel veel deze hoor, echt wel veel deze. Maar zoals die pencil brush, ja, die heb ik ook van andere merken. En die gebruik ik her en der door elkaar. Dat waren de favoriete kwasten. Je ziet ze regelmatig bij mij voorbij komen. Ik benoem ze niet altijd. Wil je er iets van weten, wil je weten welke het is of waar te kopen, dus vraag het eventjes in de comments aan me en dan laat ik het je wel weten. Dat is natuurlijk geen probleem. Ik lees alle comments. Ik reageer niet overal op. Vaak een duimpje of een hartje of nou ja, goed, zoiets. Maar ik lees het wel allemaal. En soms doe ik ook helemaal niks als ik het niet een hele leuke opmerking vind. Die komen incidenteel wel. Maar goed, dit waren de kwasten. Het enige wat ik kan zeggen is, als je wil weten welke het is, omdat je er nieuwsgierig naar bent, vraag het even in de comments en dan laat ik het je weten. En dan, dit zijn eigenlijk wel op die oogkwasten na, hè, want daar gebruik ik nog wel veel meer van. Maar dit zijn wel een beetje de go-to kwasten. Dit was hem. Bedankt voor het kijken. En doe een duimpje omhoog en dan zie ik jullie graag de volgende keer weer.